Hallo, ik ben Sipco Visser en ik ben Action Coach. En wat ik vandaag met je over wil hebben is over de ondernemersladder. Die heb ik hier vast even op het flip overgezet. De ondernemersladder gaat over de stappen die je kan nemen in je ondernemerschap. En de eerste stap, dat is de student. Een student, dan moet je heel veel leren en moet je nog een collegegeld betalen ook. Je moet betalen om te leren. En daarmee bereid je je voor op de tweede stap, namelijk de stap van de medewerker. Na je studie kan je gaan werken. En ook daar tijdens het werken in loondienst bij een ander leer je ontzettend veel over verkoop, over marketing en dat soort zaken. En daar leer je veel. Nou, ik ben ook altijd een groot voorstander van om niet al te lang bij dezelfde werkgever te blijven in het begin, omdat je van elke werkgever gewoon weer heel veel leert. En dat bereid je voor op de volgende stap. Als je voldoende geleerd hebt en je denkt van, goh, weet je wat, ik ga ze voor mezelf beginnen, dan word je ZZP'er. Dat is dan weer de volgende stap. En dan kan je voor jezelf beginnen. En op dat moment ga je je kennis die je hebt opgedaan in je studie en als medewerker verkopen. En krijg je nog steeds en dan krijg je geld voor tijd. En daarop volgende stap is natuurlijk die van manager. Dat betekent dat je mensen in dienst gaat nemen die voor jou gaat werken. Maar ja, dat is niet altijd makkelijk, hè? Vaak lijkt het dan ook nog op dat jij voor hun werkt in plaats van zij voor jou. En in al die tijd ben je nog steeds bezig met geld voor tijd te ruilen. Maar als je het goed doet, dan kan je de volgende stap nemen naar die van ondernemer. En een ondernemer, dat betekent in die fase betekent dat je een winstgevend bedrijf hebt wat werkt zonder jou. En kan je gaan kijken van, goh, het bedrijf werkt zonder mij, wat kan ik daarnaast nog gaan doen? Zal ik het laten groeien? Zal ik meerdere bedrijven naast elkaar hebben? Dan ben je ondernemer en ben je niet meer geld voor tijd aan het ruilen, maar ben je resultaten aan het maken. En die resultaten, die kan je vervolgens gaan investeren. Dat is dan weer de volgende stap, dan word je investeerder. En nou, kan je investeren in vastgoed, dat doen heel veel mensen, in aandelen bijvoorbeeld, of in andere bedrijven. Dat is natuurlijk ook een investering, hè? Dus dat je aandelen neemt in andere bedrijven om je heen en dat je op die manier je vermogen investeert in die zaken en vervolgens je geld weer rendement oplevert. En de daarop volgende stap is, noem ik dan, entrepreneur. Een entrepreneur die zorgt ervoor dat hij investeringen maakt, hè, dus dat hij vehikels bouwt waar anderen in kunnen investeren. Dan maak je investeringsmogelijkheden voor anderen. Dat is de daarop volgende stap. Nou, dit is de ondernemersladder die ik onderken. En de vraag is natuurlijk altijd, waar op deze ladder ben jij? En wat zou je kunnen doen om een stapje te kunnen stijgen? Ik ben Sipco Visser, Action Coach.